Het is nou de laatste avond. Heb je er een beetje verdriet van? Nee, dat niet. Nee, dat niet? Nee hoor, ik zou hem gewoon klemmen en dan komt het wel goed, hè? Ja, dat is waar. Breda nu. Het is alweer de 7e editie van Pannenparkies. Helaas de laatste, want ja, aan al het leuke komt een eind. En deze keer heb ik een tasje meegenomen voor met eten en drinken. En ik ga hier dus kijken op zoek naar het gezelligste kleedje van Pannenparkies. Want waar gezelligheid is, ja, daar moet ik bij zijn. Ja, wie is er jarig? Ben jarig? Gefeliciteerd. Dankjewel. Eén drukke bedoeling hier. Ja, daarom hebben we de boel vast afgezet. Ja, je hebt er zo goed over nagedacht. Ja, ik vertel over mijn tap. Je tapje, want er mag geen glas mee. Er mag geen glas mee. Dus ik dacht, ik neem deze tap mee. En ik heb allemaal blikjes en een coolbox en ik heb een bouldercar en mijn vriendinnen. Wat is de kleedje van Pannenparkies? Oh, dat is daar. Is dat daar? Niet hier. Wij zijn op zoek naar het allergezelligste kleedje van Pannenparkies. Zijn jullie dat? Ja, sowieso. Hoe beleven jullie nou zo'n avond? Avondje Pannenparkies. Wat betekent dat nou voor jullie? Zuipen, gezellig hebben praten en gewoon feesten. Gewoon feesten. Ben je meerdere keren geweest? Ja, zeker. Ja? Hoe vaak? Vaak. Je weet niet meer hoe vaak? Nee, ik weet niet meer hoe vaak. Dus 7 keer ongeveer? Ja, ongeveer wel, ja. Ongeveer 7 keer. Dat is allemaal dus? Ja. Ja. Vandaag gaan de voetjes nog van de vloer of niet? Absoluut. Hoe beleven jullie nou zo'n avondje Pannenparkies? Ja, is gewoon lekker toch? Ja? Een beetje bier drinken, een beetje muziek luisteren. Ja. Het is nou de laatste avond. Heb je er een beetje verdriet van? Nee, dat niet. Nee, dat niet? Nee hoor, ik zou hem gewoon klemmen en dan komt het wel goed, hè? Ja, dat is waar. Ja, wat zijn jullie allemaal aan het doen op Pannenparkies? Ik zie jullie voor allerlei halsbrekende dingen uithalen. Wat zijn we allemaal aan het doen? Nou ja, sinds een paar maanden zijn we met cheerleaden begonnen. En we dachten, nou ja, mooi grasveld, muziekje erbij. Dus vandaar dat we hier zijn. Okay. Ja, laatste dag van Pannenparkies. Hoe vind je dat? Ja, jammer. Ja? Heb je vanochtend wel moeten huilen? Toen je dacht, ah shit, laatste dinsdag? Ja, ik zat op kantoor, zat ik gewoon te janken. Echt, ja. Er kwam niks meer uit. Je komt uit Duitsland. Aus Deutschland, genau. En wie vindest du Pannenparkies? Pannenparkies is my first time here. En is dit toller dan Duitsland? Besser. Wel, van waar deze grote vlag? We zijn van Buddy to Buddy. En wat is Buddy to Buddy? Buddy to Buddy is een stichting dat nieuwe Bredanaars met een vluchtelingenachtergrond in contact brengt met Bredanaars. Dus nu zijn we altijd, elke dinsdag zijn we samen bij Pannenparkies. Ja. Om elkaars wereld te vergroten, zo kan je het zien. Welkom, het is heel gezellig hier bij Pannenparkies. Ik vind het doodeng. Kan ik weer naar beneden? Nee!